Ik ben super trots op dit project omdat ik het heel belangrijk vind dat je jezelf kunt zijn. En samen met deze drie mensen hoop ik dat we jou inspireren om meer jezelf te zijn. Ik ben best wel trots op mezelf dat zelfs als ik zo erg onder vergrootglas lig, dat elk negatief commentaar dat het me eigenlijk totaal niet interesseert. Het gaat echt letterlijk soort van als wind door mijn haren. Het boeit me echt niet. Ik ben daar echt wel blij mee, want ik denk dat het heel moeilijk zou zijn als ik me alles zou aantrekken. Zeker. Maar ik denk gewoon van ja, boeien. Boeien. Komt goed. Ik wou het letterlijk zeggen. Dus daar ben ik best wel trots op. Welke vooroordelen hebben mensen vaak over jou of gehad? In het verleden. Ik krijg dan soms berichten van wat ik zei. Ik had totaal niet verwacht dat je zo open zou zijn. Mm-hmm. Of als ik ze in het echt zie, dan is het van, maar je bent zo normaal. Mm-hmm. Dus ik dacht, zeg maar, wat had je verwacht? Dat ik daar een beetje rondloop zo. Wat? Ja. Ik bedoel, wat? Ja, ja, letterlijk hi. Nee, ja, maar inderdaad dat ik denk van, waarop is dat gebaseerd? Ja, ik denk omdat bijvoorbeeld, als ik het over het Koninklijk Huis mag hebben, ze zijn heel erg ontoegankelijk. Ja, dat. Je ziet ze nooit. Ja. En jij bent denk ik de eerste die wel zeg maar zo naar voren treedt, die juist wel heel toegankelijk is. Hoe ziet voor jou de ideale wereld eruit? Ik weet gewoon dat ik vroeger al zei van, ik wil een wereld zonder ongelijkheid tussen mensen. Ja. Dat mijn ouders dan zeiden inderdaad van, ja, maar dat is heel moeilijk. En ik kreeg zo, nee, maar dat wil ik. Terwijl ik helemaal niet die ongelijkheid voelde vroeger. Ik woonde in Brussel, ben ik opgegroeid. Mm-hmm. Allemaal nationaliteiten. Mm-hmm. Mijn beste vriendin was een Libanese familie. Marokkaanse familie. Het maakte allemaal niet uit. Letterlijk niks. Ik heb niet echt één levensles of zo, of een quote of iets. Maar ik heb wel altijd van mijn ouders meegekregen, is behandel iedereen gewoon gelijk. Ja. Iedereen hoort erbij, waarom zou je buiten sluiten? Ja, klopt. Het slaat ook helemaal nergens op. Want waarom zou je iemand anders moeten behandelen, omdat ze een ander uiterlijk hebben? Ja. Wat betekent zelfexpressie voor jou? Ja, dat je gewoon jezelf kan zijn. Heel makkelijk, heel straightforward. Maar dat is het wel echt, dat je niet een stemmetje in je hoofd hebt van, nee, dit kan je niet doen, omdat dit en dit en dit. Of, weet je wel, waarom doe je zo? Waarom draag je zo? Weet je, geen grenzen aan jezelf stelt, denk inderdaad. Ik. Wat hoop je dat mensen meenemen uit jouw expositie? Ja, natuurlijk een gevoel van zelfexpressie. Dat je soms moet loslaten om perfect te zijn. En er gewoon voor moet gaan. En ik hoop dat je een beetje meer zelfvertrouwen hebt als je hier weggaat. Okay.